Dag lieve mensen, ik ben Hetty van Praktijk Alvira en um, ik kom met een korte video om uh, wat aan te geven wat ik ga doen volgende week en over de workshop. Um, volgende week, ik denk 1 mei, pin me er niet op vast, maar ik denk 1 mei, kom ik met een video, dat is woensdag volgens mij, um, over in ieder geval Pluto, die retrograde gaat lopen vanaf 2 mei tot aan um, half oktober. Um, Pluto is de maand maan van uh, transformatie, uh, wetige woorden, hartstocht, macht, vernieuwing, uh, iets wat je af gaat ronden, iets wat je gaat uh, uh, vernieuwen, iets wat je achter mag, la, achter mag laten uh, na die cyclus, dus aan het eind, dus we zijn maanden verder dan. Aan het eind van die cyclus kun je zien, um, wat is er nog overgebleven? Maar het is altijd een goede. Wat heb je gedaan? Wat heb je veranderd? Waar heb je de afronding in gevonden? Wat ben je uh, gaan doen? Um, daarnaast hebben we 5 mei. Voor mij is 5 mei een belangrijke dag, want het is een portaaldag. Niet voor mij, voor iedereen. Het is een portaaldag, het is 5-5 en het is de... Uh, de dag en de maand van de verandering. Mei heeft een, een veranderende energie. Uh, heeft veel dingen in zich die we willen aanpakken, aanpassen, voortbeduren op april. Ik hou het even kort, maar daar wil ik het dus ook over hebben. Uh, en 8 mei. 8 mei is de nieuwe maan in stier. En bij een nieuwe maan heb je ook altijd last van ascensiesymptomen. Uh, um, de nieuwe maan geeft aan dat je een nieuwe start mag, mag maken. Dus elke maand. Heb je de mogelijkheid voor een nieuw start en wat dan ook. En uh, hij staat elke maand in een andere planeet. En dat betekent dus dat in uh, de planeet waar hij dat op het moment in staat, hè, in dat sterrenbeeld, um, daar mag je naar kijken. Waar staat hij in jouw horoscoop? Of wat is dat sterrenbeeld? Hij staat nu maan in stier. En een stier is uh, koppig, is een doorzetter, uh, die kan uh, fel reageren op, uh, op zaken. Um, maar een, een stier kan ook heel tevreden zijn. Die kan heel erg genieten. Maar die kan ook belust zijn op geld, maar ook weten hoe hij zijn geld moet verdienen. En hoe hij moet sparen, hoe hij of zij moet sparen. Um, is ook elegant uh, over het algemeen. Dus kijk, je kunt kijken waar uh, jouw stier staat. Er zijn allerlei websites voor, um, maar je kunt ook gewoon kijken wat is de stier en wat kan ik er uh, uithalen. Wat kan ik er uithalen, wat is voor mij van belang. Um, dus het is belangrijk om bij die nieuwe maand te kijken van uh, wat heb ik, waar zit mijn liefde, waar hou ik aan vast, wat wil ik doen, hoe kan ik het beste genieten, hoe voel ik mij, um, dat een beetje. Dus dat is echt wel in het heel kort waar ik het volgende week over wil hebben. Uh, daarnaast heb ik vorige keer al aangegeven via Insta volgens mij. Um, ik ben vorige week zat ik in het buitenland. En daar kwam ineens tot mij dat ik nu echt een workshop wil gaan geven over zelfliefde. Dat heeft al een hele tijd zit dat in mijn hoofd. En. Um, het is gewoon voor mij de meest belangrijke topic, het is het meest belangrijke onderwerp, want dit is waar het om draait. Uh, onder andere liefde, zelfliefde. Ik uh, wil een workshop gaan geven daarin voor een bepaald bedrag, die zal 55 euro kosten. En de workshop is ongeveer 2, 2,5 uur, indien nodig is die langer. Het is online, ik geef hem aan groepen van 5, max 6, ook vanwege de interactie. Uh, ik zal erin veel vertellen hoe zelfliefde is, waar het uh, ontstaat, uh, wat belangrijk is. Maar daarnaast ook vragen aan jullie. Uh, wat betekent het voor je? Hoe, hoe denk je dat je het proces kunt veranderen? Um, wat zou je kunnen doen? Enzovoort, enzovoort. Um, dus het is uitsluitend online. Mocht iemand zeggen: Nou, het zie ik wil echt bij jou thuis komen, ook dat is mogelijk. Ik geef ook dagen of hele dagen. Of halve dagen um, workshops. Dus mochten jullie zeggen van ik wil naar het hoge noorden komen. Of ergens naar het midden van het land dan regel ik iets. Dat kan. Um, dus dat hoor ik wel. Wil je je aanmelden? Dan kan dat via um, praktijkelfira.nl met een F.nl. Je kunt kijken op mijn site www.praktijkelfira.nl um, heb je een mobiel, draai dan even je mobiel. Dan kun je ook de tarieven zien, dan kun je beter lezen en dan zie je alle pagina's het beste. Want hij is gewoon niet helemaal compatible voor een mobiel. Um, daar kun je mij een berichtje in sturen. Ik denk niet dat ik het op mijn uh, website ga zetten. Het is gewoon makkelijker om het via deze weg te doen. Het gaat sneller. Misschien dat ik het nog wel ga doen. Daar denk ik even over na. Dus mochten jullie interesse hebben, uh, meld je aan. Uh, ik ga het de komende weken inplannen. En uh, dus zal het geven aan welke dagen je voorkeur hebt: woensdag, vrijdag, zaterdag of zondag. Ik werk uitsluitend op die dagen alleen met de workshops, deze workshop, uh, voorlopig. Dus uh, ik hoop jullie te horen. En anders uh, ga ik jullie volgende week zien bij mijn nieuwe video. Dankjewel.